En toen zei ze, pap, wij zijn eigenlijk altijd de lul. Ja, ik heb goed opgevoed. Dus, normaal zou ze, bedoel, als ik het beter had opgevoed, had ze een ander woord gebruikt. Maar dat is wat ze zei. Ik wil echt iets doen wat goed is voor jullie. En tuurlijk ga ik mijn politieke gewichten in gooien. Maar we gaan het zo breed mogelijk opzetten als kan. Waarom? Omdat ik echt wil dat voor die volgende generatie een nieuwe hoop komt. Want jullie hebben minder kans op een vaste baan. Jullie hebben heel veel studieschuld en daar nog heel lang last van. Je hebt daardoor minder kans op een betaalbaar huis. Wat heb je nou gedaan? Dat is 200 miljoen, dat is dus net naar buiten gekomen, 200 miljoen vrijgemaakt voor die lokale initiatieven voor jongeren. Dat ze elkaar wel kunnen ontmoeten. Dat er wel iets moois... Maar is dat online of fysiek? Ook fysiek. Ja, in sporthallen, in bibliotheken. Dus dat zijn ook weer fysieke ontmoetingen die ze kunnen hebben. En dat wordt nu lokaal wordt dat vormgegeven. Dat gaat dus binnenkort naar buiten. Dat is echt ontzettend veel geld voor die onderwijsachterstanden. We begrijpen natuurlijk dat niet alles mogelijk is. Maar ik denk dat veel mensen kijken. Ze zien bijvoorbeeld dat op sommige plekken dat de kerken vol lopen. Maar studenten kunnen niet naar bijvoorbeeld colleges of naar voetbalwedstrijden. Tenminste... De regels zijn niet gelijk, bijvoorbeeld als mensen wel naar de kerk kunnen, maar niet naar andere soorten bijeenkomsten. Dus is dat niet een beetje scheef? Nou, ik ben al in geen maanden ben ik naar de kerk geweest. Mijn kerk komt niet samen, dus alleen digitaal. Dus er zijn een paar kerken die daar een uitzondering op maken. Of die zeggen, wij denken dat het wel verantwoord kan. Ja, dan is het in het kader van de scheiding tussen kerk en staat, waar we in het begin over hadden, moet je ook ergens die vrije ruimte van de kerk respecteren. Alleen mijn oproep is altijd geweest, ga er nou verstandig mee om. Ga nou niet zeggen van, wij mogen het wel en de rest van die samenleving mag het niet. Je ziet eigenlijk heel veel over feestende jongeren in de media. Ja. En vrij weinig over kerkdiensten. En terwijl eind vorig jaar waren de meeste coronabrandhaarden in christelijke gemeentes. Nee, misschien wel in christelijke gemeenten, maar dat komt niet door kerkdiensten. Dus als je teruggaat naar religieuze bijeenkomsten, in welke mate die verantwoordelijk zijn voor besmettingen, dan gaat het om 0,0 nog wat procent, dus dat is helemaal niks. Waar komt het wel vandaan? Dat inderdaad in de Bijbel wel het een aantal haarden waren, dus niet overal, maar bijvoorbeeld Urk wel en Bunschoten. Ja, dat zijn vaak grotere gezinnen met meer sociale interactie dan bijvoorbeeld hier in de Randstad of andere plekken. Dus het gaat meer terug naar grote gezinnen dan naar kerkdiensten. Wil jij vertellen hoeveel schuld je hebt? Ik heb echt al een... Ik weet niet zeker, maar ik denk dat ik volgens mij... Ik weet niet of je het wil zeggen, maar... Wel echt gigantisch veel. Dat meer dan, dan 20.000? Oh ja, veel meer. Echt waanzinnig. Veel meer. Ja. Nou, hoe willen wij ons vervoeren? Hoe willen wij ons verplaatsen op het Europese continent? Ja, ik wil dat veel liever per trein doen dan per vliegtuig. De prijzen voor vluchten naar Barcelona of Rome, het staat in geen verhouding tot de echte kosten. Ja. En als je dan tegelijkertijd zegt, terwijl die vluchten nog steeds worden aangeboden, tegen de boeren zegt, en jullie moeten de veestapel inkrimpen of halveren, ja, dan snap ik dat ze kwaad worden. Dus ik wil een eerlijk verhaal. En dat betekent dat elke sector en iedereen er iets van voelt. We leven met veel mensen op een heel klein stukje land. We moeten allemaal inschikken. En niet alleen de boeren, maar wij allemaal. Als drugs voor jou heel belangrijk is en als jij heel graag legale drugs wil, dan zit je bij ons bij de verkeerde partij. Bij alcohol is de leeftijd, dankzij ons, als je er kwaad op bent, sorry, maar toch. Dankzij ons is hij van 16 naar 18 gegaan. Dat scheelt gewoon in de kwaliteit van je hersens. Als jij een pilletje neemt, dan zeg ik het even heel scherp, dan heb je ook bloed aan je handen. De schijn dat de ChristenUnie dus eigenlijk tegen homoseksualiteit is? Ik ben niet tegen homoseksualiteit.